Goedemorgen. Goedemorgen. Wat je bent vroeg? Er vroeg bij vandaag. Ja, het is heel erg vroeg, maar we gaan aardbei plukken. Dus, ja, ik wil zeggen 7:15, dat doe je niet voor je lol, denk ik. Nee, dat doe je niet voor je lol, maar het is leuk werk. Dus dan is het waard. Dus, want aardbei plukken, is dat een vakantiebaantje? Ja, dat is een vakantiebaantje voor mij. Ik zal mijn fiets even terugzetten. En daar verdien ik mijn bijverdiensten bij voor in de vakantie. En zo kom ik mijn vakantie door. Dus 7:00 beginnen we plukken en dan 3:00 ben je klaar. Of in de verkoop. Dus ik heb meerdere jaren ervaring bij de aardbeien. En dan mag je ook in de verkoop gaan staan of andere dingen gaan sjouwen. Mag ik met je meekijken? Ja, tuurlijk. Graag. Leuk. Kom maar. Kijk, er is ze weer. Ja. En, zijn we op tijd? Nou, we moeten een beetje doorlopen. Dus het is altijd een beetje de neiging om voor mij een klein beetje te laat te zijn. Dus dat is niet zo handig. Doe je dit al lang, dit werk? Het is nu mijn derde jaar in de zomervakantie. Dus... Het is leuk om te doen. Ja, heel erg leuk. Zeker omdat je zo'n mengelmoes doet. Van verkopen, plukken... Je kunt ook bloemetjes doen bij deze. Zie je nog dat ze zeg maar nog geen aardbeien hebben. En dan moeten de bloemetjes onder het touwtje worden gehaald. En zo heb je heel veel verschillend werk. Dus dat is erg leuk. Want je zit nog op school? Of? Ik heb dit jaar mijn mbo-studie afgerond. Facilitaire dienstverlening. Dus dankjewel. En je had niet zoiets van ik ga lekker genieten van de vakantie? Dit is toch geniet ook? Hallo! Ja. Wacht, daar gaan we. Gauw beginnen. En zijn ze een beetje goed, de aardbeien? Ze zijn heerlijk. Wil je er een proeven? Ze hebben natuurlijk weinig zon nog gehad, hè? Ja, ik ben net bijvoorbeeld gisteren was een hele mooie dag. En dan kleuren ze al snel bij, ook door het plastic. Dan gaat het natuurlijk ook weer wat sneller. Dus dan... Daarmee kunnen we wel een beetje ze rood krijgen, maar het is inderdaad jammer dat het niet zo warm is. Maar ze zien er goed uit en ze zijn erg lekker en daar gaat het om. Je hebt dus net je diploma gehaald. Ja. Wat ga je nu doen? Ik wilde oorspronkelijk gaan werken, maar ik kan gewoon geen werk vinden. Ze vragen overal 1 of 2 jaar ervaring en dan solliciteer je ergens op en dan gaan ze toch voor degene die toch iets meer ervaring heeft. En ik ga nu een hele andere kant op. Dat wil ik heel graag. En dat is de opleiding logopedie. Want ik heb geen zin om thuis te zitten. Dat doe ik niet. Ik ben een doener en ik ga niet thuis zitten. Dat is wel even wat anders dan aardbeien. Ja, dat is iets heel anders. Maar ja, het is alle twee toch weer met mensen. Want ook zeker in de verkooptent. Je bent constant met mensen bezig en dat vind ik zo leuk. Hier dan niet, want officieel mag je niet praten. Dus de rest zal wel heel jaloers zijn dat ik wel mag praten. Want normaal gesproken als je aan het plukken bent... Normaal hangt hier een serene rust. Ja, want je moet je concentreren. En zeker nu, ik ben nu ook constant aan het kijken. En het gaat ineens heel anders dan normaal. Want ja, je bent aan het praten en dan ben je met heel veel andere dingen bezig. Ik stoor je een beetje. Ja, eigenlijk wel, maar vind ik niet erg hoor. Maar als er niet gepraat wordt, dan is het wel erg stil hier, of niet? Ja, dat valt ook wel mee, want je hebt gewoon lekker muziek in je oren. Lekker de radio of lekker andere muziek. En dan heb je het bij wijze van spreken niet meer door dat je stil moest zijn. Ik heb er nooit echt problemen mee. Wat luister je dan zoal? Ja, radio en af en toe wat hardstyle. Maar ook bijvoorbeeld een luisterboek, want ik hou er ook van lezen. Maar ja, je kan natuurlijk niet lezen als je aan het plukken bent, dus dan... Luister ik bijvoorbeeld een luisterboek en dat is hartstikke leuk. Want dan zit je lekker te luisteren. En, soms heb ik zelfs niet door als er koffie wordt geroepen, want er wordt altijd koffie geroepen om 9 en 11 uur. Dus het is ook wel rustgevend werk? Ja, zeker. Je hebt alle tijd om na te denken. Echt alle tijd. Verdient het nou een beetje, dat aardbeien plukken? Je verdient gewoon zeg maar, normale minimumloon.
En daarboven krijg je een plukbonus of een verkoopbonus. Dus wanneer je dus in de pluk staat en je plukt een beetje snel, dan kan je bij wijze van spreken ongeveer 50 cent bonus verdienen. Heb je al een idee waar je het geld aan uit gaat geven of is het, ga je er lekker van shoppen? Nou, ik ben bezig met mijn rijbewijs, dus daar is het geld voor. Eerst wilde ik gaan werken, vandaar dat ik bezig ben met mijn rijbewijs, omdat je dan een grotere kans hebt op een baan. Maar nu heb ik dat bij wijze van spreken al een beetje opgegeven. En ga ik me oriënteren op mijn studie, dus daar gaat het ook geld ook heen. Maar je woont dus nog thuis? Ja, ik woon nog thuis. Maar dat zou je liever anders zien? Ja, ik ben wel eraan toe om lekker in een huisje en ik ben nu 20, dus ja, dan... Mooie tijd. Precies, ja. Misschien samenwonen. En waar wil je dan heen? Ik wil graag hier blijven, ja. Ik ben wel, ja, toch wel? Ik ben wel gehecht aan, aan mijn dorpje, bij wijze van spreken. Ja, je zit zo... Die grote stad, dat hoeft niet. Ja, ik ben er bijna iedere dag natuurlijk ook met school. En je bent er zo vanaf hier met het openbaar vervoer. En dus je kan er elk moment heen. En je ziet natuurlijk vaak kleine dorpjes, dat jongeren zoiets hebben van er is hier niks te doen, ik ga snel weg. Ja, ja. Maar dat gevoel, dat herken je niet. Ja, tuurlijk is hier weinig te doen, maar dan moet je het zelf maken. Zo sta ik erin. We hebben een hele leuke vriendengroep. En je hoeft niet per se naar een discotheek om uit te gaan. We zitten vaak met elkaar bij elkaar op een vrijdag of zaterdagavond een lekker biertje te doen of een wijntje of wat dan ook. En dan heb je hier ook wat je zou hebben in Rotterdam. Want ik vind dat nog bij wijze van spreken gezelliger dan dat je op een terrasje zit. Dat is ook leuk, dat is hartstikke leuk. Maar dit is hoe wij er wat van hebben gemaakt. Goedemorgen. Is dat een leuk idee dat je dan de aardbeien eet die je zelf geplukt hebt? Ja, dat is erg leuk, want er zitten ook altijd nummertjes in de aardbeien. Het zijn dan de pluknummers waar je dan kan zien van welke plukker die is, dat kratje. En als je naar je eigen kratje voorbij ziet komen, is altijd altijd erg leuk. Dan ben je altijd al trots op wat je hebt geplukt. Ja. En logopedie, waarom trekt dat je zo? Met mensen werken vind ik heel erg leuk. En ik heb altijd al wat met stem gehad, met zingen. Kinderen vind ik heel erg leuk om mee te werken. En het hele met mensen werken, dat lijkt me heel erg leuk. En de sfeer die eromheen hangt. Want kinderen vinden het eigenlijk altijd leuk om naar een logopedist te gaan. En mensen helpen. Wanneer begin je? Ik hoop 1 september. En dan nog 4 jaar. En dan ben ik hoop ik klaar. Dus ja. Wordt erg leuk. Nou, dan wens ik je daar heel veel succes bij. Dank je wel. En veel plezier nog met de aardbeien. Ja, dat gaat wel goed komen. Hopen dat we vandaag weer lekker gaan verkopen. En dat er weer veel geplukt mag worden. Ik ga in ieder geval een doosje meenemen. Nou, ik ga hem voor je inpakken. Dank je wel. Nou, wel een mooi doosje uitzoeken natuurlijk. Dit doosje, dat staat mij wel aan. Zo. Die is voor u. En dan nog een hele fijne dag. Tot ziens, hè. Tot ziens. Doeg. Doei.